Hey, hallo daar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Survival Challenge. En ze worden allemaal langzamerhand een beetje wakker. Oh, Olivier is echt te schattig. Vinden jullie ook niet? En douchen. Oh, die douche ziet er echt niet meer schoon uit. Als zij wakker zijn, dan is het misschien een goed idee dat ze de douche gaan schoonmaken. Ja, schoonmaken. Schoonmaken. Wat ga jij doen? Kindvriendelijke websites doorzoeken als schattig. En als het goed is, dan staat er nog wat in de koelkast. En het is een portie met hotdogs. En mijn inventaris zit al heel erg vol. Of in ieder geval die van Lotus zit al lekker vol. Dus even kijken of we daar weer aan het einde van de dag wat dingen van kunnen verkopen. Zodat we weer wat meer geld verdienen. Zo. Wat ik wel echt heel jammer vind aan deze challenge is dat je dus je kavel niet af mag. Ik laat Olivier wel gewoon naar school gaan, want ik vind gewoon dat die jongen naar school moet kunnen. Maar voor de rest mogen hun er niet af. Dat is wel jammer, want ik zou best met hun naar Granite Falls gaan, want daar heb je ook weer hele andere bloemen en zo. Die kan je dan weer daar planten en dat is, of daar gaan zoeken. Dat is wel echt heel leuk. Ja, wij gaan weer even in de tuin verzorgen. Altijd belangrijk. En deze plant kunnen we ontwikkelen. Oh, ze moet ook echt even tegen beestjes spuiten, want het is echt weer een drama. Olivier is echt te schattig. Jee, de aardewei is straks verhoogd. Pak maar een hotdog, Olivier, als je zo'n honger hebt. Wat heb jij eigenlijk in je inventaris? Appel. En een beeld. Even kijken, misschien dat hij even weer een groot schilderij of zo kan maken. Oh, ze zijn echt stapel gek op hem, hè? Ik laat haar nog weer even vissen, want dat brengt haar plezier. En een gezelligheid. Hey, wie ben jij? Hij heeft nog steeds honger. Heb jij niks uit de koelkast gepakt? Oh, nee, we gaan een hotdog eten. Hij is al een mooi pop-art schilderij aan het maken. En even kijken, wat ga je. Oh ja, jij ging vissen. Kristallen. Die mag hij mooi gaan graven. Vindt hij leuk om te doen. Vissen maar. Wow,
Wat was dat? Allemaal viezigheid of zo. Echt gek. Wat ben jij aan het maken? Oh, het wordt al een mooie schilderij. Olivier, waar ben jij? Oh, je zet netjes je bordje weg. Jee. Oh, Lotus heeft een dikke vis gevangen. Vet. Even kijken. Ladybug, maar ik kan het nog niet oogsten. Hij mag het alleen bekijken. Oh, Lotus heeft een vet grote vis gevangen. Ja, die moet hierin zitten. Dat snap ik. Kijk, als je er ook een stukje afknipt, misschien dat we dan iets kunnen enten of zo. We gaan even Olivier een waardevolle les geven. Oh, super schattig toch? Even kijken. Nou, ik ga deze ook wegdoen, want je hebt er toch niks aan. Kees heeft weer een schoonmaakbui, zie ik. Hij voelt zich echt serieus. Hij voelt zich echt super ongemakkelijk als hij moet schoonmaken. Of als het vies is of zo. Want hij is natuurlijk super netjes. En dat gaat echt niet samen natuurlijk, want in de natuur is het natuurlijk niet super netjes. Oh, hij heeft hem af. Oh, super schattig. Aan een verzamelaar verkopen. Het is toch weer 300 simleons. Oh, we kunnen weer oogsten. Wacht eens. We gaan even wat enten. Levenskruising. Oh, we gaan hem bemesten met vis. Vis is altijd wel goed, toch? We gaan hem daarmee in. Oh, we gaan eerst maar eens even alles verkopen. Zo. Die orchideeën, €750. Nice. Wow, wat een maffe vis. Zelfs voor de appels krijgen we nu best wel veel geld. Oh, kikkertje. Visje. Drie visjes. Ik wil nog meer enten. Kan ik nog meer enten? Nee. Dat is jammer. Hé, hey, je staat bijna op mijn plant. Eens even kijken. Hij kan best nog wel even iets schilderen. Wat ga jij doen?
Oh, jij gaat weer het weekblad lezen. Natuurlijk, je moet wel op de hoogte blijven natuurlijk van alles wat er is. Oh, maar je moet eerst even de wc repareren. Kijk hem gaan dan. Vet schattig. Wiehie. King of the world. Echt cool. Hier, hij is alweer ongemakkelijk omdat de omgeving vies is. Daar houdt hij echt niet van. Wat wordt dit voor schilderij? Prachtig. De omgeving is vies. Ja, nou, waar ga je het allemaal weggooien? Oh, je wordt gebeld. Oh, opnemen. Ja, kom langs. Gezellig. Hoe ze onder de douche aan het zingen zijn. Echt te grappig. Oeh, nou is hij weer zelfverzekerd. Omdat hij een goed schilderij heeft geraakt natuurlijk. Een tuinpot maken. Nou, ik wou net zeggen, kom je nog op bezoek of hoe zit dat? Wow, wat deed jij? Stond jij in de fik of zo? Laten we even met hem gewoon gezellig kletsen. Ja, bij ons gaat alles een beetje anders. Want ja, wij wonen in de buitenwereld. Of in de buitenwereld, in de natuur. Hij is nog steeds super zelfverzekerd. Dus misschien dat het... Jee, gelukt is. We zullen even voor onze gast wat gaan grillen. Nee, ho, ik bedoelde die. Laten we gepofte aardappel maken. En marshmallows als toetje. Moet jij naar de wc, Lotus? Ja. Je mag best naar de wc, hoor. Moet je gewoon even tegen je gast zeggen dat je naar de wc gaat. Oh, Olivier is al moe. Die is lekker aan het slapen. Wow, kijk dan ook een mooie gepofte aardappeltjes. Die gaan we lekker opbergen. We hebben morgen lekker eten. Gestoord plan, we gaan hem een gestoord plan vertellen. We zijn zo zelfverzekerd dat dat kan gewoon. Even elkaar leren kennen. Ik ga ook Lotus lekker naar bed doen. Kees is ook zelfverzekerd. Oh, dat is te grappig. Roddelen over de buren. We gaan roddelen over de buren. Oeh, hij is ook een veelvraat. Ga je weer weg? Doe. Oh. Oh ja, het is ook de hoogste tijd. Het is ook al bijna midden in de nacht. Tijd om te slapen. Als ze wakker zijn, kom ik terug. Olivier is alweer wakker. 5:30 in de ochtend. Lekker gepofte aardappels eten. En hij gaat weer lekker wat opgraven. Een seleniet hebben we gevonden. Even je troep weggooien, Olivier. Anders wordt je vader ongelukkig. Zo. Je mag ook al wel naar de wc. En... lekker spelen.
Speels in de apenkooi spelen. Maar ja, we kunnen niet naar de apenkooi. Olivier, die wil eigenlijk boeken schrijven worden. Eigenlijk wil die gewoon een succesvol auteur worden. Snap ik ook best wel. Misschien kan hij een biografie gaan schrijven over hoe het is om in de natuur te leven. Maar ja, dan hebben we natuurlijk een computer nodig. Eens even kijken. We hebben een plantenbak. Die is natuurlijk ook heel leuk, maar die verkopen we. We kunnen kijken of dit, of hij met de slablet. Wat een naam. Of we hem daar boeken mee kunnen laten schrijven. Een e-book lezen, dat kan wel. Livestream gaming bekijken. Maar we kunnen niet zelf chatten. We kunnen niet zelf boeken schrijven. Ja, wat jammer. Hey mama, goedemorgen. Hoe staat het er met jou? Oh, plezier voor. Even een gamepje spelen. Oh, dat zal niet gaan. Oké, dan niet. Laten we dan alles gaan oogsten. De levensbloem. Tuin verzorgen. Heel belangrijk. Willen wij een beetje een goede oogst doen. Hij is beschaamd. Waarom ben jij beschaamd? Oeh, hij was getuige van iets wat hij liever niet wilde zien. Daarom is hij maar heel gauw het weekblad van de wildernis gaan. Hij heeft zelfs zijn ontbijt er niet van opgegeten. Oei, they're not happy together. Nou, weet je, als je toch niemand dat ding pakt, dan ga ik hem weer verkopen. Want hier hebben we natuurlijk niks aan. We gaan een klassiek schilderij maken. Misschien dat als hij meesterwerken maakt, dat we dan daar weer mee geld gaan verdienen. Oh, ik ben echt benieuwd naar deze gestekte plant. Even graven. Er staat alweer een nieuw iemand te vissen. Oh, ze heeft zich verbrand. Je moet echt even je troep gaan opruimen, kerel. Want je vader houdt niet van al die troep. Oké. Kunnen we ook met aas vissen? We gaan met een leeuwenbek vissen. Je weet maar nooit. Misschien is het wel super goede aas. Ah, Kees kan nu pop art op een hoog niveau maken. Dat is leuk om te weten. Oh, we hebben een nieuwe vis gevangen. Een witvis. Oh, ik vind hem mooi. Laten we hem verkopen. Pop art. Want dat kunnen we nu op hoogste niveau maken. Daar verdienen we ook weer extra centjes mee. Oh, te schattig is Olivier. Wow.
We hebben gewoon een vet grote meerval van 113 euro heeft ze gevangen. Brasem heeft ze gevangen. Leuk om met aas te gaan vissen. Dat doe ik eigenlijk helemaal niet zo vaak. Maar je vangt echt hele andere dingen. Lachen. En ze moet zo naar de wc. Als kampioen plassen. Olivier gaat met een oma praten. Oh, die staat hier. Hallo. Vivian Lewis. Hallo, bent u mijn oma? Wow, vet tof. Steeds nieuwe vis. Maar ze moet nu wel echt plassen, denk ik. We gaan gewoon lekker gekkere bekken trekken. Wauw. Zijn sociale niveau gaat wel vet snel omhoog. Tof, man. Weet je wat, ja, het is erg jammer dat we de kavel niet af kunnen. Misschien moet jij ook alvast even wat gaan eten. Al het bedorven voedsel weghalen. Oh, er is hier weer één niet heel blij. Wow! Kijk dit schilderij dan. Hoeveel is het waard? 381. Dat is best nice. En zo zitten we alweer op 6000 euro. Jeehoe! Nice. Het schiet al wel een beetje op. Het wordt steeds een beetje makkelijker. We krijgen steeds meer geld. Toch is deze challenge best een uitdaging, hoor. Ik vind het echt een uitdagende challenge. Waarom ga jij trouwens niet gewoon op je telefoon een spel spelen? Daar word jij happy van. Hij gaat daar weer mee spelen. Echt te schattig. Wij gaan Lotus haar inventaris legen. 80 euro. Hoepa, een beetje basilicum. Oh, die heb ik per ongeluk verplaatst. 4 peertjes. Ach, laten we die daar staan. Eens even kijken. Alles oogsten wat we te kunnen oogsten. Nou zit dit vast. Door wie word jij gebeld? Ik heb een bug, jongens. Kijk, er zit een ding vast. Oeh, we gaan nu een beetje te snel. Heb jij nou geoogst? Ja. Huishoudcollecties. Oh, we hebben nog helemaal niet alles. Wat is dit? Oh, lachen. Het wil niet. Ik heb een bug of zo, denk ik. Jammer. Pamper is dat. Ja, ik denk dat ik hiermee deze aflevering ga afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik merk wel dat ik de challenge een beetje... Of het is wel een uitdagende challenge, maar ik word hem ook wel een beetje zat al. Maar ik ga en ik zal hem afmaken, want... Hey, ik wil ook een keer een challenge voltooien. En dat is het doel van deze survival challenge. Dat ik hem ga voltooien. Want
Ik heb bijna nog nooit een challenge voltooid in de Sims 4. En dat is echt een uitdaging voor mezelf. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om nog steeds mee te kijken met hoe ik deze uitdaging voltooi. Ik wil je in elk geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie zondag weer. Doei doei!